Hey, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Super tof dat je er wel bent. Het is 22:30 s'avonds, vrijdagavond als ik deze opneem. En eigenlijk rationeel gezien is dit geen slim idee. Want de kans bestaat dat ik er morgen weer om 6:00 uit moet. Maar toch heb ik besloten om nu op te nemen, want de energie is zo goed. Ik moet dit moment pakken, omdat ik weet dat de boodschap dan het allerbeste aankomt. Dus bear with me. Ik probeer het voor mijn doen kort te houden. Kort en krachtig. Om heel even wat context te schetsen. Ik had vandaag magische coaching sessies in de Six Figure Academy. Met grote dank aan de deelnemers. En een aantal specifiek die echt wat te horen hebben gekregen. Op een liefdevolle manier. Maar ik wil grote complimenten geven aan degene aan wie ze toebehoren. En ik ga die geen namen noemen, maar diegene weten nu wie ik bedoel. Dat ze zich zo kwetsbaar durven op te stellen en zo open stonden om dit te horen, dit te kunnen horen en er vervolgens wat mee te doen. Dit was voor mij als coach fantastisch en ontzettend. Echt ontzettend fijn en vervullend. Naar aanleiding daarvan, en ik heb net stories opgenomen, ik had er net tranen van in mijn ogen, kreeg ik een aantal DM's. En niet alleen van degenen die daadwerkelijk gecoacht werden vandaag, maar ook van een deel anderen die in die groep zitten en die erbij waren en die ook geraakt werden in hun eigen stuk. Supermooi wat er ontstond en de mooie berichten die ik mocht ontvangen. En het raakte me zo zeer dat ik tranen in mijn ogen kreeg. En ik wil even deze context schetsen, want naar aanleiding van een bepaalde coaching sessie kwam er iets in mij naar boven. En vervolgens schreef ik het op ook, dat ik dacht van ik moet er een podcast over opnemen. Omdat zij zei, ze zegt, Kim, ik heb jou dit nog nooit op deze manier horen zeggen. En dit helpt mij enorm. En toen zei ik tegen haar, dankjewel voor de feedback. Ik ga het meteen opschrijven. Ik zeg, dit onderdeel komt in de Six Figure Academy nog als aanvulling. Ik zal zorgen dat er een video over komt. Ik zeg, en ik zal er een podcast voor maken. Want als jij nu, en het meerdere reageerde in de chat. Ik zeg, als jij hier nu zoveel aan hebt, dan weet ik dat er meer mensen gaan zijn die ditzelfde mogen horen, kunnen horen, moeten horen. Om een grote doorbraak te creëren. Sowieso, naar aanleiding van vandaag, heb ik ook weer meerdere malen de vraag gekregen. Kim, wanneer gaan de deuren van de Six Figure Academy nog een keer open? Want mijn vorige lancering was een jaar geleden, vorig jaar in december. Toen zijn we vanaf januari is de eerste content. Oh nee, Nora begint te huilen. Het komt omdat ik te hard praat. Oké, ik moet heel even wat rustiger doen. Dat komt omdat ik de eerste bonus content, vrij heb gegeven in januari. En in maart zijn we officieel ook gestart met de eerste coaching sessies. En ik krijg dus de hele tijd de vraag, en dat is niet de eerste keer, dit gebeurt met regelmaat. Wanneer gaan de deuren weer open van de Six Figure Academy? Dat zou eerst in september zijn. Dat heb ik bewust uitgesteld door de processen waar ik in zat, waar ik nu helemaal uit ben. En dit wordt december. Dus voor iedereen die hier deel van wil uitmaken en mij als coach wil, als business coach wil, een six-figure business minimaal wil creëren en een complete roadmap hiervoor wil krijgen, zowel qua strategie. Ik teach strategie, maar ik teach daarnaast ook echt heel erg energie. En je snapt denk ik wat ik daarmee bedoel. Dat andere werk, wat nog belangrijker is naar mijn mening, wat ook gedaan mag worden. Wat ik net ook, ik deelde dit ook op stories. En ik zei daarbij, op het moment dat je dat niet wil, of dat niet kan handelen, en het klinkt even heel stom, maar dan ben ik niet jouw coach. Ik ben niet een standaard business coach die enkel op strategie gaat coachen. Als je dat wil, moet je niet bij mij zijn. Ik ben de coach voor die combinatie, want daar geloof ik in. Als je dat wil, je bent er klaar voor ook om te stoppen met kutten op basisniveau. Want dat is wel echt een zin
die waar de Sex Figure Academy voor staat. Je bent klaar met kutten op basisniveau. En dan zeg ik nu ook, het maakt niet uit waar je nu staat. Want je krijgt van mij een complete roadmap van start to finish. Maar ik verwacht een bepaalde mindset en een bepaalde energie. En ik denk dat als je dit nu luistert en het triggert je, dat je precies weet wat ik bedoel. Ik wil je uitnodigen om je in te schrijven dus voor de wachtlijst van de Six Figure Academy. Want in december zullen de deuren nog een keer open gaan. En vanaf januari wil ik gaan starten met een hele toffe groep. Ik kreeg al meteen berichten van de huidige Six Figure Academy deelnemers. Dat vond ik ook echt super lief en een groot compliment. En wat gebeurt er dan met ons? Krijgen wij ook nog een aanbod? Want het kan toch niet zomaar stoppen? En ze hebben al een jaar lang coaching gehad, hè? En een toffe live dag en heel traject doorlopen. En ze willen dus door. Nou, dat zegt ook wat over de waarde die ze ontvangen. Dus dat vond ik echt een heel tof compliment. Maar ik heb sowieso voor de eerste ronde van de Six Figure Academy, diegenen die vorig jaar meteen zijn ingestapt, nog iets extra's wat eraan komt, wat ik wil geven als bedankje. Dus als je dit nu luistert als huidige Six Figure Academy, je denkt, ja, maar ik dan? Jullie krijgen van mij iets extra's. En dat heb ik al heel lang geleden besloten. Ik wil altijd de founding members die met mij dit doorlopen hebben de eerste keer, altijd bedanken. Dus nee, ik ben je niet vergeten. Nee, er komt nog iets aan, maar dit wordt vervolgd. Maar als je hierbij wil horen, je wil een van die plekken. Ik heb naast de Six Figure Academy, heb ik ook de Six Figure Academy VIP. Daarvoor zijn 10 à max 12 plekken. Die groep zat vorig jaar, dat was echt insane, acuut vol. Die plekken waren acuut weg. Daarmee krijg je onder andere veel closere coaching, een exclusief mega vet VIP retreat. Dus als je een van die plekken wil, en die plekken zijn dus zeldzaam, wil je je ook inschrijven voor de Six Figure Academy. Je wil ook op die wachtlijst staan, want je moet een match zijn, maar als je er snel bij bent, heb je de grootste kans om een van die plekken te scoren als je dat wil. Oké, dat wil ik even gezegd hebben voor iedereen die zich dat dus afvraagt. Ik heb meteen ook vanavond de vraag gekregen. Kim, je deelt er de laatste tijd veel over. Ik volg sinds een jaar je podcast. Maar misschien is het fijn, want ik voel dat het misschien wel wat voor mij kan zijn. Misschien is het fijn als je daar een aflevering over opneemt, een podcastaflevering. Waarin je dus deelt wat het precies inhoudt. En toen zei ik tegen haar, ik zeg ja, super waardevolle feedback. Want als jij dit zegt, zullen misschien meer mensen deze vraag hebben. Maar ik ga dit zeker nog doen, maar ik heb ook al een aflevering hierover. Vorig jaar heb ik een complete aflevering hierover opgenomen. Nu dit jaar zal ik waarschijnlijk nog wat meer kunnen delen, omdat ik echt daadwerkelijk met een groep hier een jaar doorheen ben gegaan. Het is echt ook een coach traject van een jaar. 10 maanden, maar eigenlijk doorloop je een traject van een jaar. Want je start, in dit geval ook weer, ik doe de lancering in december, we starten in januari. Ja, het traject loopt en dan ga ik even kijken of ik start met dat bonusmateriaal vrijgeven. Maar dat maakt verder ook niet uit. Maar in principe is het gewoon een jaartraject. Ja, dus dat. Je wil je inschrijven voor die wachtlijst. En die podcast, die is er dus. Ik heb die opgenomen vorig jaar. Dus luister die nu al als je dat interessant vindt. Ik durf het nummer even niet op mijn hoofd te zeggen. Maar ik weet wel dat de dag van online, dat die is opgenomen. Dat blijkt volgens mij, heb ik dit met kerstmis zitten doen. Ik ben nu hard op het denken, hoe dan? Maar 26 december is die online gekomen. Het kan best zo zijn dat dat een maandag is geweest of zo. Dus dat ik die eerst eerder heb opgenomen en dat Jordi die toen... Nou, ik doe het er ook verder niet toe, maar 26 december. Die podcast van 2022 dus, wil je even luisteren? Want daarin deel ik al die informatie. En dat zal zeker, hè, leading up to december, zal ik daar meer over delen. En wat ik meteen ook wil zeggen, en dat heb ik al eerder gezegd, maar als je daarin geïnteresseerd bent, verwacht ik dus dat het stukje Law of Attraction en Self-Love en money mindset wel gemasterd is. En daarom raad ik ten zeerste aan dat je dus ook die trainingen volgt. Vandaar ook, want ik weet dat meerdere mensen dit willen, dat ik in over 2 weken, dus 25 oktober, dat is ondertussen al anderhalve week, de deuren opengooi voor Love Attraction Mastery met een toffe, vette combi-deal voor Love Attraction en Self-Love. Dus schrijf je ook even daarin voor de wachtlijst. En misschien heb je dit nu voor de derde keer gehoord. En denk je, ja Kim, ik moet het toch doen. Maar doe het ook echt eventjes, alsjeblieft. Want het is
enorm complementair en het gaat je enorm dienen als je dit stukje mastert. Je gaat veel sneller stappen kunnen zetten. Dat is het. Je wil die ijzersterke basis creëren op al die vlakken. Daarom heb ik ook al die trainingen. Het zijn letterlijk alle vlakken die je wil masteren om een ijzersterke energie, een mindset te hebben. Om mega stappen te kunnen zetten op elk vlak. En dus ook business-wise grote stappen te kunnen zetten als je dat verlangt. Oké, wat speelde er nu precies? De hulpvraag was anders, maar door die hulpvraag kwam er iets uit mij wat ik blijkbaar nog nooit heb gezegd, wat als heel waardevol werd ervaren. Dat was het volgende. Zij zegt, ze werd gecoacht en zij zegt, ik heb een hele tijd niet lekker in mijn energie gezeten. En toen zei ze, Kim, ik kon je podcast, ik kon het niet hebben, ik kon het niet meer horen. Ik was met momenten zelfs boos op je. Ik vond het heel knap, ze was heel eerlijk. En ik snap het volledig, want ik herken deze energie. Ik weet zeker dat heel veel mensen dit herkennen. Ik was met momenten zelfs boos op je. En ik kon geen één boek lezen over strategie, want ik kreeg complete error. Toen zei ik tegen haar, ik zeg ten eerste, ik vind het super knap dat je zo eerlijk bent. Ik snap het ook volledig. Ik voel me ook nooit aangevallen op zo'n moment. Want ik weet altijd dat dat iets is, want ik herken deze energie bij mezelf ook. Ik heb dat ook, als ik weet dat het niet, als het niet goed met me gaat, kan ik bijvoorbeeld luisteren naar Abraham Hicks niet hebben. Als ik dat niet kan horen, betekent het dat het niet goed met mij gaat. Dan zit ik bij energie qua alignment compleet off. En dat is voor mij hele waardevolle feedback. Dus ik weet ook, en dat kon zij ook, zij kon het volledig bij zichzelf. Ze zegt ook, het ligt aan mij. Het lag niet aan jou, het ligt volledig aan mij. Maar ik was boos op je. En ik weet dat het aan mij lag, maar... Dus ik voel me dan ook, ik voel me nooit aangevallen, want daar gaat het niet om. Zij kon het ook volledig ownen en het ligt ook altijd bij die andere persoon. Vervolgens, wat zij schetste, is iets wat ik heel erg herken zelf en wat ik weet dat heel veel ondernemers herkennen. Als je niet er lekker in zit, je zit in tekort energie, je zit in onzekerheid, je zit in de vergelijkingsmodus. We herkennen dit allemaal, weet ik zeker dat je dit herkent. Dan kun jij... Op het moment dat iemand anders succesvol is of deelt hoe makkelijk haalbaar bepaalde dingen zijn en het lukt jou niet, kun je een enorme frustratie schieten. En als je niet lekker in je energie zit en er worden allemaal businessboeken aangegeven, bijvoorbeeld in de Six Figure Academy, bij bepaalde thema's, ook om echt nog meer diepgang te creëren. Ik raad heel veel boeken aan, specifiek ook op verschillende onderwerpen. Alleen dat ik raad iets aan. Het is letterlijk een recommendation als je hem voelt. Het is nooit, je moet dit boek lezen, want nooit, ik adviseer iets. Maar daar nodig je altijd uit om te voelen, is dit voor mij? Word ik hier enthousiast van op dit moment of is dit niet voor mij? En als het niet voor jou is, dan laat je het voor dit moment. Of überhaupt laat je het. Dat is echt ook ondernemen en in dit geval coaching volgen op basis van alignment. En dat gaat grote doorbraken opleveren. Niet ik volg alles trouw op wat mijn businesscoach tegen me zegt. Nee, want niet alles is voor jou op een bepaald moment. En ik hoop dat je dit kunt horen. En datzelfde geldt voor boeken. Ik zei dus tegen haar, want ze zei ook, ik krijg enorme stress van het nieuwe boek van Alex Hormozi, terwijl ik weet dat het goed is. Nou, en toen zei ik tegen haar, ik zeg, oké, dan wil ik iets met je delen. Ik zeg, ik krijg ook enorme stress van het nieuwe boek van Alex Hormozi. En daarnaast weet ik dat het mega goed is. Maar het is zoveel en zo goed en daardoor ook zo overwhelming. Ik zeg, hoe ik dit aanvlieg, en dat doe ik met alle boeken, ik haal er altijd voor mezelf één golden nugget uit. En dan doe ik het boek dicht en dan is het missie geslaagd voor dat moment. Ik ga niet alles willen implementeren. Daar krijg ik enorme error van. En er zijn heel veel ondernemers die daar wel goed op gaan, maar ik doe het daar niet goed op. En de mensen die ik mag aantrekken, die ik mag coachen, die doen het daar ook niet goed op. Dit herken je waarschijnlijk wel. Ik kan me voorstellen deze podcast luisteren dat je dit herkent. Dat je error krijgt van juist zoveel input en wat er allemaal mogelijk is en wat er allemaal beter kan. Dat je gewoon compleet verlamt. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil, want dat gaat je helemaal niet verder brengen. En het haalt je compleet uit alignment, waardoor je nog minder gaat creëren wat je wel wil. En gaat aantrekken wat je wel wil. Dus wat ik dus doe, is altijd kijken naar, is dit op dit moment voor mij of is dit niet voor mij? De laatste 5-6 maanden, vanaf mei eigenlijk, zit ik bijna alleen maar nog in de materie. Met uitstapjes naar...
een aantal andere boeken zoals 10x is better than 2x, Buy Back Your Time. Dat was een ook daar zit een module over, Buy Back Your Time, team. Dat is iets wat de volgende module die ik ga creëren. Teambuilding. Ook hier weer, hoe bouw je een ijzersterk team vanuit alignment? Ik kan op dit moment zeggen dat we echt een ijzersterk team hebben. En ik heb heel veel gestruggeld op dat vlak. En ik ben geen expert. Maar ik kom wel mijn ervaring met je delen. Maar ik heb dus uitstapjes gemaakt naar 10x is easier than 2x. Buy Back Your Time van Dan Martel. Nieuwe boek van Alex Hormozy. Maar het gros van de tijd... Oh ja, trouwens ook The Monk Who Sold His Ferrari. Maar dat valt voor mij in lijn met de teachings van Abraham Hicks. Het gros van de tijd was het alleen maar... en is het nog steeds alleen maar Abraham Hicks. Voor mij op dit moment. Want ik zit in een fase van mijn leven... een enorme transformatiefase... waarin ik merk dat ik zoveel lagen dieper... het laatste half jaar in de materie van de wet van aantrekking ben gedoken. En dat op zoveel lagen dieper kan voelen. En master, wat er nu gebeurt, ook wat daadwerkelijk in mijn realiteit komt, is insane. Zoveel dieper. Zoveel sneller ook qua manifestaties. En dat betekent dat er dus op een nog diepere laag weerstand weg is. Maar ik hoor dingen ook compleet anders. Het is echt insane. En ik doe dingen gewoon echt 5 keer achter elkaar on repeat. Gewoon, dit is gewoon echt voeding voor mij. Gewoon live. En ik zeg dit nu niet met zoveel passie van dit moet je ook doen. Nee, dat zeg ik niet. De boodschap die erachter zit, wat ik nu met je wil delen, is bij alles wat jij leert en wat je consumeert. En waak er ook voor dat je dingen niet vanuit tekort gaat doen. Maar dat je je altijd afvraagt, wat is mijn one golden nugget? En word ik enthousiast van deze materie of krijg ik er stress van? En als je er niet enthousiast van wordt, durf dan te vertrouwen dat het op dit moment niet voor jou is. Neem dat alsjeblieft van mij aan. Durf erop te vertrouwen dat het op dit moment en misschien nooit voor jou is. En dat is volledig oké. Want wat voor de één mindblowing is en voor doorbraken zorgt, resoneert met de ander totaal niet. En daarom kun je je nooit vergelijken en moet je altijd je eigen gidsing volgen daarin. Dat is ondernemen vanuit alignment. Jouw gidsing volgen. Ik wil je daartoe enorm stimuleren, want dat gaat grote doorbraken creëren versus compleet verlamd raken door alles wat er wel mogelijk is en wat anderen doen en wat je allemaal nog niet goed doet. Het is bullshit. Je doet alles goed. En er is heel veel winst te behalen. Alleen dat betekent niet dat je alles wat je leest en tot je neemt en wat een business coach teach of wie dan ook, hè, waarvan jij het wil aannemen, dat je dat moet gaan toepassen. Datzelfde geldt voor mij en ik moedig ook mijn Six Figure Academy babes aan, want er zit zoveel in de Six Figure Academy. Er zit zoveel in. Ik zeg, en ik nodig je uit om te voelen, wat is op dit moment voor mij en wat is niet voor mij. Je hoeft niet stoïcijns door die modules te gaan en alles te moeten. Nee, helemaal niet. Ik wil dat je voelt, wat is voor mij en wat is niet voor mij. En heel vaak is iets op een later moment voor jou. En dat doen, op die manier... En vooral ook naar mijn mening, daar geloof ik zo in. Een coach hebben die dat stimuleert, gaat jou mega shifts laten creëren. In wat je bereikt, wat je aantrekt, wat je creëert. Want wat jij wil, bestaat. Jij kunt dit bereiken. Nogmaals, ik ga voor de 1000 keer in herhaling vallen. Anders kun je dit verlangen niet hebben. Als jij verlangt naar een six-figure business, weet jij diep van binnen dat jij gemaakt bent voor meer en dat je dit kunt behalen. Dat weet je. Ook al wankel je heel vaak in dat vertrouwen, diep van binnen weet je het. Klopt dit wat ik nu zeg? Waarom weet ik dit zo zeker? Omdat je anders dit verlangen niet kon hebben. Dat je dit gaat creëren, staat als een paal boven water. Dat zei ik vandaag ook tegen haar. Ik zeg, en hoe sneller jij deze energieshift kan maken, we zijn even flink de diepte ingegaan op dat stuk vandaag. En soms was ik echt vervelend, maar ze kon het horen. En vervelend vanuit liefde, zeg ik dan, hè. Want ik voelde, ik moet dit op deze manier nu tegen jou gaan zeggen, want anders komt het niet aan. En dit is wat je grote doorbraak gaat zijn. Niet wat je me nu vraagt. Wat je me nu vraagt is niet je echte vraag. En dit gaat niet zijn what is going to move the needle forward voor jou. Massive.
Bij haar specifiek wist ik, als jij dit stuk mastert, ga jij mij een berichtje sturen. Kim, ik heb 100 vrouwen in dit traject tijdens mijn lancering. Ik zeg en ik wacht vanuit joy op het moment dat jij me dat berichtje gaat sturen. En hoe sneller jij de resistance loslaat, hoe sneller dat dit je realiteit zal zijn. En dit is de NN. En het moment dat je in die staat van zijn bent, kun je ook horen en laten binnenkomen wat ik teach op het gebied van strategie. En zij kon het zo horen, het was zo lekker, het was zo fijn. Voor mij was dit ook zo... Oh, ik sta er nu nog compleet van aan, maar wat daar vanochtend is gebeurd tijdens die sessies. Ik had eerste sessies met de Six Figure Academy groep en vervolgens heb ik sessies met de VIP groep. Maar wat daar gebeurt, zet mij de hele dag aan. En vandaag, echt in het bijzonder vandaag, waren mega waardevolle sessies. En als ik dat terugkrijg van andere deelnemers in de groep die niet gecoacht werden, dan weet ik dat het goed zat. En ik voel dat ook bij mezelf. Maar hoor alsjeblieft wat ik in de kern nu zei. Haal er voor jezelf, als je bijvoorbeeld een nieuwe materie tot je wil nemen, of van een business coach, of uit een podcast, of uit een nieuw boek, haal er dan 1 golden nugget uit waar jij enthousiast van wordt. Wat je wil implementeren, waarvan jij voelt, wauw, dit is tof. Ik lees zo alle strategieboeken. Ik check bij mezelf wat ik voel, waar ik op aanga. En wat ik meteen voor me zie, hoe ik dat zou kunnen implementeren. En meestal is dat 1 dingetje. En de rest laat ik los, want dat is niet voor mij op dit moment. Want het creëert error. Hoor dit alsjeblieft ook. Ik krijg daar ook error van. Al helemaal als ik niet in de juiste energie zit. En dat is niet het moment dat je dit tot je wil nemen. Maar als ik het tot me neem, dan voel ik waar ik enthousiast van word. En de rest laat ik los. En zo, dat kan ik je echt aanraden. Ga jij door. Nou, je kunt zo. Ik kan je aanraden om alle materie zo tot je te nemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar voor mij geldt dit specifiek, omdat ik het andere heel goed kan horen. De energetische dingen en mindset dingen. Maar voor mij specifiek op strategievlak. Ik run mijn business heel simpel. En ik vind het tof om mezelf uit te dagen. En te prikkelen om nieuwe dingen te leren en te experimenteren. Maar wel op basis van, word ik hier enthousiast van? Is dit joy? Daar kom ik weer op terug, dit woord. Dit is mijn woord van dit jaar. Is this joy? Does this spark joy? En als het antwoord nee is, dan is mijn feedback, en ik heb dan ook geen fear of missing out. Dit is niet voor mij op dit moment. En als ik er wel fear of missing out bij voel, dan weet ik, Kim, het gaat nu niet goed met jou. Je bent niet in alignment. Vanuit deze plek creëer je niks. Ga maar rust pakken. En ga zorgen dat je terug in alignment komt. Ga jezelf dat geven wat maakt dat jij super lekker in je vel komt te zitten en dat je er wel bent. En dat is voor iedereen anders. Maar zo spreek ik tegen mezelf. Kim, je bent er niet. Dit is mega waardevolle feedback dat je hier nu error van krijgt. Want dit zegt alles over jou. Dus, en vooral als ik in de vergelijkingsmodus zit en angstig is niet het woord, maar heel onzeker, als ik me heel onzeker voel. Ja, ik heb die periodes ook hoor, vooral het afgelopen half jaar. Ik heb enorm gewankeld met momenten. En ik heb ook heel veel momenten weer mijn kracht terug kunnen pakken. Maar ik heb ook die momenten gevoeld en ik wil het eerlijk met je delen. Want het afgelopen half jaar is echt heel uitdagend voor me geweest. Het is echt heel uitdagend. En het heeft me gruwelijk veel opgeleverd als ik kijk naar waar ik nu sta. Want het is zoveel lagen dieper weer. Dus ik ben dankbaar voor de oncomfortabelheid. Maar het was niet altijd makkelijk in het moment. En op die momenten kreeg ik ook error. Als het ging over, ik moet weer nieuws zijn. Ik moet dit ook. Dat moet ik ook doen, want die doet dat. Oh, en dat moet ik weer aangrijpen. En ik kreeg complete error. En voor mij is dat feedback, Kim, het gaat niet goed met je. Neem hieruit, uit deze podcast, wat met jou resoneert. Wat je kunt gebruiken en laat de rest los. Ik wil je aanmoedigen om al mijn podcasts en al mijn content op die manier tot je te nemen. Maar vooral strategische stukken, als je bent zoals ik ben, dan voel, does this spark joy? Word ik hier blij? Word ik hier enthousiast van? Zou ik hiermee willen experimenteren? Haal dat dan als golden nugget eruit voor jou. Of jezelf de vraag is, hoe zou dit voor mij kunnen werken? Daadwerkelijk nieuwsgierig zijn en willen experimenteren. Dan zit je op de juiste plek om dit aan te vliegen. Krijg je er stress van? Let it go. En vertrouw erop dat dit niet voor jou is op dat moment.
anders zou het wel goed voelen. Jouw inner being gidst jou op elk moment via de weg van de minste weerstand naar datgene waar jij naartoe wil. Ga vertrouwen op die gidsing. Als je dat gaat doen, neem dit van mij aan, transformeert je hele leven en je transformeert je business. En je gaat in sneltreinvaart aantrekken, manifesteren, creëren wat je wil. Je gaat quantum leaps maken. Die zijn dichtbij. Maar het zit hem niet in het werk wat jij denkt dat je moet doen. Het zit hem op een ander stuk. En ja, het is en-en. Maar vergeet het allerbelangrijkste werk niet. Oké. Einde rant. Nora was gelukkig maar één schreeuwtje, dus die ligt weer rustig te slapen. En ik voelde ook, het moet vanuit deze energie, ik moet hem afmaken nu. Ik wil hem nu de lucht in gooien. En ik hoop dat je dit voelt en dat je er iets uit kunt halen voor jezelf. Oké, dus opening van de deuren, Six Figure Academy, waarschijnlijk tweede week december. Dus als je erbij wil zijn, zorg dat je op de wachtlijst staat. Wil je een van die 10 à 12 VIP-plekken die meteen vol zaten vorig jaar, zorg dat je op de wachtlijst staat. En dan krijg je als eerste de mogelijkheid om een plek te claimen. Ik ga wel gesprekken ook houden, hè, om te kijken van wie is een match, wie is geen match. Ook hier weer, energie is leidend, dat roep ik altijd. Maar dat is ook voor de Six Figure Academy zo. Als we een jaar gaan samenwerken, betekent dat dat het kloppend moet zijn. En jij voelt of je er klaar voor bent of niet. En er klaar voor zijn is ook eigenlijk dikke vette bullshit. Als je het wil, ben je er klaar voor. En jij moet in de identiteit stappen. Dat je dit gaat ownen. Dat je dit gaat doen. Dat je klaar bent met kutten op basisniveau. En dat je in die grootsheid gaat stappen als je die voelt. En 25 oktober, deuren open. En dat is al heel snel voor Law of Attraction Mastery. En trust me, die wil je hebben. Als je die niet volgt, als je die nog niet gevolgd hebt, die wil je hebben. Die coaching wil je hebben. Ik heb daarin ook, daar kom ik later nog op terug dat ik dat in depth ga delen. Maar je krijgt een heel vet aanbod van me. Oké, let me know of de energie resoneerde, dat het goed is geweest, dat ik die zo laat nog op heb genomen. Ik hoop echt dat je iets hebt kunnen horen wat ik hierin gedeeld heb. En ik hoop ook dat het je rust gaat opleveren en vertrouwen. En het voelen dat dit succes dat jij zo verlangt, verdomme voor je is weggelegd. Hoor je mij? Hou op met playing small. Ga dit ownen, maar ga het doen vanuit de juiste plek, vanuit de juiste energie. En trust me, dat je dan heel snel heel veel kunt creëren. Oké, thank you for listening. Ik wil nu zeggen fijn weekend, maar ja, je gaat dit natuurlijk pas op maandag luisteren. Dus ik hoop dat je dan een fijn weekend hebt gehad. Ik ga lekker slapen, want als om 6 uur mijn wekkertje gaat morgen, dan wil ik enigszins wat uurtjes slaap gaan hebben. Dankjewel as always en tot heel gauw. Mwah.